Niet ieder kan zich terugvinden in de uitspraken welke zijn gedaan door de voorzitter van de ABOP, tevens vicepresident Ronnie Brunswijk, bij de jaardag van de PL, dat alla buskondresma moest stem tap ABOP en alla Japanese tap PL. We spraken hierover met ABOP-parlementariër Ramon Kodemoesoe. En Kodemoesoe die geeft aan dat mensen in feite de uitleg van de voorzitter van de ABOP, tevens VP, niet heeft begrepen. De ABOP-voorzitter die heeft er niets etnisch daarmee bedoeld. En Kodemoesoe die legt er dan uit wat de VP en de voorzitter van de ABOP precies bedoelde met zijn uitspraken. Misschien moet ik het verduidelijken, zodat iedereen het kan begrijpen en verstaan. Wat de vicepresident bedoelt, is dat, kijk, al die partijen welke we nu hebben, de VAP, de ABOP, de PL, en ga zo voor door. Al deze partijen hebben een basis waar ze zijn begonnen. De ABOP, onze basis zijn de Marons. PL, de Javanen. VAP, Hindustanen. Maar wat krijg je? Op een gegeven moment, naarmate jouw partij groot en groter wordt, moet je multi-ethnisch gaan. Dus om zeg maar de Javanen bij deze te bemoedigen om voor de PL te stemmen, heeft de voorzitter die uitspraak gedaan. Dat is alles. En dat is de realiteit. In Suriname, wanneer we horen VAP, denken we meestal aan de Hindustanen. Wanneer we horen ABOP, denken we simpel aan de Marons. NPS staat schreeuwen. Zo simpel is dat. Dus niks van dat betekent dat begrijp. Voorzitter, nee, bedoelt dat van om praten strefie. Nu was mijn gogi asandati. We gogi wansra naar maar uiteindelijk alle de partijen die zich op de basis bestaan. Dat is dat heel ding. Niks meer, niks minder. Maar weet je dat wat collega parlementariër via schreef het ook over dat ABOP voorzitter en de VP in feite bezig is met etnische profilering? Dat is zijn mening, dan moet hij het onderbouwen. Want kijk, bijvoorbeeld binnen de ABOP hebben we verschillende ministers uit verschillende bevolkingsgroepen. Het is te zien toch? Dus minister van alleen dat hij bedoelt. Kan de Amawan bakatalyseer wat de vicepresident probeerde uit te leggen, is zijn zaak. Ja. En dat koet te koet, want een collega van Taki, dat koet te koet, VP van Trump president, dat maakt hij de uitspraken die zie. Maar het is normaal toch? De presidentschap is van niemand. De president, het instituut is voor ieder, is van Suriname. Iedereen mag president worden, iedereen mag ambitie hebben, maar om het te worden is een gunst. Zo simpel is dat. Dus, allemaal opletten, wist je nou, oma's maar of manningen, iedereen mag president worden in dit land. En als iemand ambitie heeft, dan ik weet niet waarom het een probleem moet zijn voor een Surinamer. Het volle bepaalt dat toch. Daarom is er een algemene vrijgeheime verkiezing. Maar hoe je het op een verjaardag voor PL dat ABAP-voorzitter tevens VP-tak aan de spang naar de kritiek zou komen? Nee, natuurlijk. De matak heeft je lukken als maton zien, dus hij moest doen. Om een bepaalde smaak naar politiek, ja, de naar politiek kan de gewoon om fufu. Spaar de zakken naar wat mijn doel is dat je naar een politiek partij zou doen. Dat in feite een politiek partij zou doen, denken dat maar is de demo-sporting. Want dat onabi van de in de politiek Suriname toch. Even nou wat doel wat een station pego. Dat waarvoor ben je in de politiek? Je moet een plan hebben toch. Is dat pego aan politiek toch? En abab plan dat hij. Tuurlijk. En daarom mijn voorzitter probeer altijd voor door in een positie pe akadumologisme. En alles dan maar is hij sana a denki a ideologie abab zou je profileer. En het is openlijk toch. Allemaal weer jepi. Trouwens, allemaal is die alle die omens libisma en benadert mijn voorzitter voor jepi en a jepi tepe amang. En in de achter ons liggende periode, heer Kodemoesoe, hoe bent u aan bepaalde ontwikkeling? Pesma aan of voor de eerste lijn, maar zomaar voor de tweede en derde lijn, betaksan voor VP Brunswijk, ja, ABAP voorzitter en actie ook toe aan VP, je reactie. En hij
abewrak dat sma etak desan dis offering. Zo sorry. Nou, laten we dan de dingen bij de naam noemen. Mm-hmm. We hebben laatst gehad meneer Sahadeulal, mm-hmm. die toch wel een heleboel had te zeggen over de ABOP en de VP. Mm-hmm. Wat vindt u van die uitspraken van meneer Sahadeulal? Of u stoort zich niet daaraan? Nee, helemaal niet. Kijk, wanneer we in de politieke arena zijn, dan ga je rekening houden met jouw collega. Mensen die niet op jouw niveau zijn, moet je daarop niet gaan reageren. Meneer Sahadeulal, of hoe die man heet, heeft zijn partner, heeft zijn niveau ding gedaan, dus ik laat het voor hem. Amatak was aan die VAP, vanuit ook een VAP, maar ik ben aan mijn VAP. Misaptaki, Sami voorzitter, ik doe aan mij dus aan ons doen. That's it. Ja, maar de Sansa Taki, u richting uw voorzitter, ja? Nee, dat is niet mijn niveau. Trouwens, ik ken mijn model, mijn stijl. Meneer doe aan verwijten politiek. Omdat misap dat morgen belangrijk staan de voet in de conditie. Wat trap big uitdaging in de conditie. Om ons focus voor katja conditie komen. En wat is belangrijk in alle bejaarden? Alle libisma je reageert volgens je hersens en je vaste ego. Je noemt reageert boven dat. Ik kan reageert beneden dat. Maar als je noemt morgen, je noemt dat ook toe. Dus samen is zo dat al presenteert dat naar mijn niveau. Mijn niveau aan ook dat. Wie voor abop aan ook niveau dat. Dus jammer dat er abo pas go reageert tap amang. Maar mij, Kodemoesoe Ramon, bo adviseer de man tak de nummer reageert tap amang niveau. Mek de malib dat gi VAP nanga amang. Maar if sma uit een samenwerkende partij en mek je dergelijke uitspraken richting wat coalitiepartner, als aan dat niet treffen jou? Nee, maar dat logo. Er zijn andere mensen binnen de VAP toch? Wanneer ze iets hebben gezegd, dan zou ik wel erop reageren. Bijvoorbeeld wie? Bijvoorbeeld meneer Jogi? Bijvoorbeeld meneer Jogi, meneer Gayadin, weet u? Of de president zelf? Dan ga ik kijken, ja. Oh, dat is de man tap aan niveau dat ja. Maar meneer Zodelen is niet ons niveau. Ja.